Hallo iedereen, vandaag is het zaterdag. Ik ga vandaag voor jullie vloggen. Ik heb vandaag een paar leuke dingen gepland en morgen ook. En het leek me heel erg leuk om een keertje uit te proberen hoe het is om een weekendje te vloggen. Ik heb laatst ook een vlog gemaakt toen we naar de dierentuin gingen. Dat was in België, want daar is de enige dierentuin in Europa met panda's. En dat was heel erg leuk. Dus daar gingen we heen als een beetje een laatste verjaardagscadeau voor mijn zus. En ja, dat was super leuk. Die heb ik dus ook gevlogd. Maar die moet ik nog bewerken en zo. En die wil ik binnenkort online zetten. Ik weet nog niet of ik misschien een ander kanaal zou maken over van alles en nog wat. Waar ik dan dus vlogs opzet en andere random video's die ik niet echt bij mijn hoofdkanaal vind passen. Dus daar zit ik nog een beetje over na te denken of ik dat zou doen. Ik ben al een tijdje wakker, al best wel lang eigenlijk. Het is nu 11:50 en ik heb om 4:00 afgesproken met mijn neefje en mijn oom. Want die komen dan langs en dan gaan we lekker pannenkoek maken met mijn neefje. Want hij zit de hele tijd mijn filmpjes te kijken. En ook een filmpje van mij is pannenkoekjes bakken. En dan gaat hij steeds tegen zijn moeder zeggen van ja, zullen we pannenkoeken bakken met Eva en zo. Dus dat is heel erg leuk. Dus we gaan vandaag pannenkoeken bakken en hij komt dus om 4:00 met zijn vader en daar heb ik heel veel zin in. Ik heb hem al opgemaakt en ja, ik weet niet echt wat ik verder ga doen vandaag. Ik denk gewoon video's editen, want ik heb al heel lang geen video meer gepost en eigenlijk best wel slecht. Maar oké, ik ben dus nog wel volop bezig met het editen van video's en met het maken van nieuwe video's. Dus ja, dat ga ik denk ik vandaag doen. En morgen ga ik trouwens zwemmen met twee vriendinnen. En we gaan ook een andere video voor mijn kanaal opnemen. Maar ik ga nog niet zeggen welke video dat is. Zodat dat nog eventjes geheim blijft. Dus dat gaan we morgen doen. Ik heb heel veel zin in het weekend. En ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien hoe ik vlog en hoe mijn weekend eruit ziet voor deze week. En ja, ik ga gewoon uitproberen hoe het is om te vloggen en of het iets is voor mij en of jullie het leuk vinden en al dat soort dingen. Dus heel veel kijkplezier. Oké, het is nu 4:15 en ik en mijn moeder die zijn vandaag lekker naar het dorp geweest. Ik heb super veel dingen gekocht. Het is echt een beetje belachelijk, maar het was wel leuk en het zijn allemaal leuke basisdingetjes die je gewoon wel nodig hebt gewoon voor naar school en al dat soort dingen. Mijn neefje en oom die komen zo meteen om 4:00 en ik ga nu even eten. En ja, ik ga lekker eten en dan komt mijn neefje zo en dan gaan we pannenkoeken eten en maken. En ja, dat is het. En ik heb blijkbaar de video die ik aan het editen was niet opgeslagen. Dus nu wil ik een nieuwe aanmaken voor mijn andere video. En nu is de rest weg. Lekker dan, kan ik weer opnieuw gaan beginnen.
met je... Ja, goed zo. Wat? Nog niet? Misschien moet ik even uitrusten. Ja, is goed. We zitten lekker op de trampoline. Oh, we zijn net ook eventjes met Jelle naar de speeltuin geweest. En dat was heel leuk. Toch, Chris? Ja, hè? En die ben ik weer een beetje. En Chris wil alleen maar op de trampoline. De pannenkoeken waren super lekker trouwens. Het was echt heel lekker. Oké, jongens, het is al een beetje laat. Het is 10 uur. Ik ga zo naar boven om mijn make-up eraf te halen en al dat soort dingen. En gewoon bed klaar te maken, want ik ga even vroeg naar bed, zodat ik morgen niet zo moe ben. Want ik ben echt heel moe. Mijn neefje die wilde de hele tijd op de trampoline en al dat soort dingen. En hij is lekker druk, wat leuk is natuurlijk. Maar daar word je wel moe van, dus... Ik ga nu op tijd naar bed en morgen ga ik lekker zwemmen met mijn vriendinnen. En we gaan morgen ook een video opnemen met z'n drieën en die zet ik ook op mijn kanaal. En ja, ik ga nu eens lekker naar bed en dan ga ik zo slapen. Tot rusten. Oké, ik heb mijn kamer even opgeruimd. Dus nu is alles weer netjes. Oké, ik heb dus net mijn kamer helemaal opgeruimd en zo. Ik ben nog steeds niet aangekleed of opgemerkt of wat dan ook. Maar het is nu 11 uur ongeveer. En ik ga nu eventjes aankleden en opmaken en zo. En dan komt mijn vriendin. Want één vriendin die zou eerst ook hier naartoe komen. Maar dat lukt niet meer, want ze gaat nog even winkelen en zo. Dus die zien we gewoon bij het zwembad en dan gaan we zwemmen en zo. Maar mijn andere vriendin die komt dus wel hier naartoe en dan gaan we met z'n tweeën een video opnemen. Dat vond ze niet erg, dus dat is wat ik ga doen. Ik ga nu aankleden en zo en dan ben ik klaar. Oké, ik ben aangekleed en Jasmijn die komt zo en we gaan eventjes naar het dorp om dingen te halen voor de video. En dan gaan we de video opnemen en ik heb er heel veel zin in. Maar er zit volgens mij ook wel iets van wortel of zo in. Oké, Jasmijn is er en we hebben de video al opgenomen en het was super leuk. Beetje vies, maar ja, we gaan zo meteen Jelle uitlaten. Niet lachen, hè? Dat heeft niet. We gaan zo meteen Jelle uitlaten en... Daarna gaan we eten en dan komt... Nee, dan gaan we naar het zwembad en dan komen we daar Jasmina tegen. En Jasmijn doet een beetje raar. Dus dat is wat we gaan doen. Hoi allemaal, ik was gisteren helemaal vergeten om de vlog af te sluiten na het zwemmen. Het zwemmen was super gezellig en ik heb daarna nog patatjes gegeten en een beetje thuis. Dingetjes gedaan en daarom ben ik gewoon naar bed gegaan. Dus ik heb niet zoveel bijzonders gedaan gisteren. Het was super gezellig en ik ga hierbij de vlog afsluiten. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Laat me weten of je het leuk vond wat ik heb gedaan deze keer.
en of ik dat vaker zou doen. En laat ook weten wat voor video's ik nog zou maken. Gewoon video's. Zoals een tag of een challenge of wat dan ook. Ja, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!